Woensdag 10 februari brak er rond 3:30 in Maartensdijk aan de Molenweg een brand uit. Na enige minuten werd deze al opgeschaald naar een middenbrand en kwam ook het brandweerkorps uit Groenekan te hulp. De oorzaak van de brand was waarschijnlijk een houtkachel. In het hele huis stond rook, maar ook onder de dakpannen kwam rook vandaan. Er werd een kettingzaag in gereedheid gebracht om het dak open te zagen, maar uiteindelijk was dat niet nodig. Zoals gebruikelijk gaf de brandweer een gratis schoorsteenveegbeurt. Zodra het huis goed geventileerd is, kunnen de bewoners terugkeren, maar er zal wel het een en ander opgeknapt moeten worden.